Hoi Henk. Dag Jannie. Dag Henk. Wat zijn we toch blij dat we hier mogen zijn. Ja, man. En we hebben ook nog zo'n mooi weer, hè? Ja, schitterend. Ja. Ik ben Elmo. Henk Elmo toch? Henk, ik ben Rob Hermans. Dit jaar hebben wij op 10 september Open Monumentendag en het thema is duurzaamheid. Ja. Nou, dat is meer duurzaam als wind natuurlijk. Ja, precies. Ja? Ja. Hij draait, hè? En hij draait. Dat vind ik hartstikke leuk dat je dat vandaag voor ons doet. Nou ja, hij stond nog mooi, dus ik hoefde wat dat betreft niet zo veel eraan doen om hem te laten draaien. Ja, ja. Het verleden van deze molen, hoe lang staat hij er? Wat is het voor een molen? Geschiedenis, hè? De geschiedenis, ja, precies. Ja. De geschiedenis van deze molen, je kan zien op die witte plaat onder de kap, daar staan een aantal jaartallen op. Oh ja. En 1935 is het eerste jaartal en dat zou normaal gesproken het jaartal zijn dat die molen hier neergezet is. En op zich is dat zo, want dit is namelijk al de derde molen op deze plek. Okay. Kunnen we nou ook in de molen even gaan kijken? Zeker. Nou. Ja, zeker. Oké, dan gaan we daar naartoe. De deur staat open. Met een vangketting ga ik de vang lichten. Die hangt nu dus vast boven in de kap van de molen. En die ga ik dus vanuit die positie ga ik die losmaken. Zodat die echt weer gaat vangen. Dus die vang is in feite hetzelfde als de rem van de molen. Nou, de derde statie. Een geweldig verhaal hier. Hè? En wij noemen dit stukje kleinkinderrijk. 3 poldermolens op een rij. Ja, ja. Dus, als je zo'n verhaal hoort, ook van hoe dat hier vroeger was. Geweldig. En ja. Dat merk je gewoon hoe belangrijk is dat er toch weer iemand is die het verhaal gaat vertellen. Ja, normaal kom je voorbij denk je, Hij doet het met heel veel enthousiasme. Ja, precies. Heel heeft veel net kennis. Je had verteld van die schoepen en de woorden. Ja. Oh, geweldig. Ja, ja, dus ja. Op de Open Monumentendagen kan hij dat ook keurig uitleggen. Hè? Oh, met ja. Flater erbij en ja, zo. Ja, prima. Ja, ook voor kinderen.